Oké, jongens, daar gaan we naar de wachtkamer. Zoals je kan zien, het is heel erg donker. Dat heb ik met opzet gedaan. Eerst zou ik jullie deze game machine laten zien. Dit is letterlijk een arcade kast. We hebben alle spellen. Zo goed als alle spellen, zoals je kan zien. Zelfs als je iets aanklikt, hebben we duizenden spellen. Ik weet niet hoeveel spellen, maar we hebben er iets van 3000. En je kan dus... Hieronder staat dus VirtualBox, Favorites, Famiga, Arcade Classics, Atari, Dreamcast. We hebben zoveel keus. Bekende Game Boy, Game Boy Adventures, Game Boy Color. We hebben zoveel. Nintendo 64. Zoveel keuzes. Oké, maar nou gaan we naar het echte werk. Alexa, turn cinema light to 100%. Oké. Bang. Oké, dus dit is de bioscoop. Deze hele bioscoop is niet ingericht door mij. Ik mag de namen zeggen. Dus deze bioscoop is ingericht door Tom en Hein. Ze zijn gigantisch goed in wat ze doen. Alexa, turn cinema lights to 80%. Oké. Alexa, turn cinema lights to 80%. Oké. Moeten wij Engels blijven praten. Maar dit is het dus. En even een snelle tour. Ik ga mezelf iets minder filmen, zodat ik jullie wat meer kan laten zien van de ruimte waar ik ben. Dus ik ga hem heel veel omkeren. Oké, aanschouw. We hebben hier maar liefst een 9-persoonsbank. Via Marktplaats voor 25 euro. Dus jongens, leven hoeft niet duur te zijn. Je moet gewoon goed zoeken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, oké, 8-persoonsbank misschien. Maar toch, hij is heel groot. En ja, je kan ook een beetje knus zitten. Dus dat is ook niet het probleem. We hebben dus... Ik begin even hier bij het rek. Ik laat de jongens het altijd allemaal regelen. Dat ze er gewoon veel meer verstand van hebben. Hier hebben we dus echt gigantisch veel. Ik weet niet wat hier allemaal staat. Maar dit is een Denon. We hebben een Sony. We hebben nog Sony. We hebben overige reks voor de... PS3, PlayStation 2, de Wii zelfs eronder. We hebben hier wat Guitar Hero meuk, dat we ons nooit vervelen. We hebben een Nintendo Switch. Eigenlijk basically alles. En het mooie is, ik begin even voorin. We hebben hier dus een 120, als ik me niet vergis, inch beamen, monitorschermachtig iets. En we hebben hier dus... Eén speaker, links voor. We hebben een subwoofer, links voor. We hebben twee mid-speakers, allemaal van Tannoy. Alles wat je hier ziet is van Tannoy. En rechts voor hebben we een subwoofer. We hebben hier nog een Tannoy-toren. We hebben hier aan de rechterzijkant nog een Tannoy-toren. We hebben daar aan die kant nog een Tannoy-toren. We hebben hier achter nog Tannoy-torens. We hebben daar nog een Tannoy-toren. Ook Tannoy's. En hier zit er ook één in het hoekje. Tannoy. Dus even mijn lampje uit, anders verblind ik mezelf. We hebben dus best wel veel gedaan hier eigenlijk. We hebben hier geluiddempende materiaal, zoals je kan zien. Dit is natuurlijk om de geluidsgolven te dempen. En het werkt heel goed om het zo te zeggen. We hebben hier hun gemaakt. Dit is van de grond tot bijna tot het dak. Hebben we geluidsdempende patronen gemaakt. Dus alles wordt gedempt, om het zo te zeggen. We hebben de muur hier achter zwart gemaakt. En wat moet ik er nog meer over kwijt? We zijn gewoon hard aan het upgraden hier. Dus het gaat fucking mooi. In totaal hebben we dus om ons heen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We hebben 7 speakers. 6, 7. Ja, we hebben 7 speakers om ons heen. 2 subwoofers. Dus dit zou een totaalplaatje zijn van 7.2.2. En dat houdt in 7 speakers rondom je. 2 subwoofers en 2 van in het dak. Dus ja, hier kan je gewoon fucking chill zitten. Gamen. Dit is echt een beetje de ontspanplek, om het zo te zeggen. We zijn natuurlijk de hele dag bezig met crypto traden en...
Ja, daar komt natuurlijk wel het gezonde stress bij kijken, om het zo te zeggen. Dus we proberen ons hier een beetje te ontspannen. Ik zal zo meteen de beamer even aanzetten. Alexa, turn projector on. Oké, die is aan het opstarten. Dat moet niet vergeten. Ja, dus dit is de beamer. Wel een oud jochie, maar we doen het ermee, we doen het ermee. En zo ziet het er een beetje uit. Bijna alles is met Alexa bedienbaar, op een paar dingen na. Bijvoorbeeld, ik kan ook die dingen aanzetten. Alexa, turn on Denon. Oké. Alexa, turn on Sony. Oké. Zie je, dus die staan nou aan. Die raam daar is geblindeerd, zoals je kan zien. Dus daar kan niemand van binnen naar buiten kijken. Deze gordijnen hier hebben we op maat laten maken. Was best wel een heftige ingreep. Was aardig best wel heel duur. Maar dit stof, zelfs als ik mijn lamp er zo voor hou. Ja, jullie kunnen het niet zien, maar er komt geen licht doorheen, om het zo te zeggen. Dus dat is best wel gestoord gewoon. Die hangen daar ook. Dus ja, het is gewoon een mooi kantoor, om het zo te zeggen. In ieder geval een mooie privé-bioscoop met mijn vrienden. Die we hebben kunnen regelen. We hebben in die kast daar hebben we ook een shield gekocht. Ik moet nog even een beetje kijken hoe alles werkt hoor. Maar zo, je kan het dus aanzetten. Zo, Netflix heb ik nou aangeklikt. Dat is ook niet de bedoeling. Dus ja, Alexa, turn cinema lights on. Dus ja jongens, dat is een beetje het kantoorgedeelte ervan. Dus ja, wel heel ziek. En dit was dus even voor de duidelijkheid mijn eigen video. Nummer 9, auto krijgen wasbeurt montage. En en heel even voor degene die interesse hebben in het nummer. Want het is echt een heerlijk nummertje. Het nummertje laat ik zien in het begin. Ik zal hem er even bij pakken. Is ook handig voor copyright claims en dat soort dingen. Oké, ja. Hier heb ik hem dus. Kijk, het nummer is Still Cold, Pathway, Private, Night Lovell, Red Teenage Melody. Dus jongens, check hem out. Echt goed nummertje. Dus ja. Dit was een beetje de tour van het kantoor. In ieder geval het bioscoop gedeelte. En ik denk dat we het goed voor elkaar hebben. De meeste mensen zijn een beetje rond mijn leeftijd, 24. En als je op je 24ste dit kan hebben... Ik bedoel, we hebben het wel met z'n allen gedaan, maar het is er. En het ziet er nog dik uit ook, dus dat is wel gaaf. Dus ja, ik denk dat ik hem ook rustig ga afronden hier. Net als in de andere kamers hebben we hier dus volledig Alexa-ondersteuning. Dus ook de airco, de lampen, projectors, alles. We kunnen zelfs de volume regelen via Alexa, maar dat doen we niet. En dat gewoon lang duurt, om het zo te zeggen. En dit is het eigenlijk voor nu. Er komen misschien nog upgrades in de toekomst. Andere beamer, heel misschien in de toekomst een andere bank. Maar voor nu is dat allemaal gewoon prima. De beamer is de eerste die wordt vervangen, dat weet ik zeker. En even nog over dit kastje hier. Deze, die hebben we dus met een schakelaar. Deze. En dan kunnen we hem gewoon op uitzetten zo. Kijken. Klik altijd fout. Kijk, huts. En is die uit. En deze hebben we ook gekocht. Marktplaats, iets van €600. We hebben natuurlijk ook hier lekker een kleedje. Want wat is lekkerder dan op een bank liggen? En deze bank is ook echt massief. Ik weet niet of... Ja, het is natuurlijk een beetje gezichtsbedrog. Omdat jullie niet echt kunnen zien hoe groot het daadwerkelijk is. Maar ik wil ook kijken als ik hem even hier neerzet. Zo. Ik bedoel, moet je kijken hoe groot die bank is. Ik bedoel... Als ik hier in een hoekje zit, als één persoon, moet je kijken, €25 jongens, marktplaats. Koop die shit tweedehands, want mensen moeten er vanaf. Dus ja, ik hoop dat jullie er wat aan vonden. Nu weten jullie een beetje wat er aan mijn tweede kant gebeurt, om het zo te zeggen. Mijn tweede leven die ik leid naast vrachtwagenchauffeur. Dit is Jack. In zijn privé.
buitenom vrachtwagens. Dit is mijn werkruimte, mijn man cave met alle vrienden. Misschien komen die later ooit nog in beeld. Maar ja, die keus ligt natuurlijk niet bij mij. Dus ja, dat gaat leuk worden. En ja, we gaan er wat moois van maken. Maar dat zeg ik al vaker. Dus ik hoop dat jij deze video leuk vond. Zou je hem willen liken? Dan weet ik wat jullie van het kantoor vinden. Ik persoonlijk zelf vind hem heel dik. Maar ik heb ook niet alles hier gemonteerd. Die dingen aan de muur hebben die vrienden van me gedaan. Hein en Tom, onder andere. Die, ja, die batchcast hebben hun ook allemaal geregeld. De speakers hebben hun allemaal geregeld. Dus ja, ze hebben daar gewoon heel veel tijd in gedaan. En daar praten we niet eens over de kilometers. Honderden kilometers die gereden zijn om al die materieel op te halen. Dus ja, bedankt jongens als jullie al kijken. Dus ja, heel gaaf dat jullie er allemaal van kunnen maken. Ongeacht dat wij er niet eens zo heel erg druk mee bezig zijn, maken jullie er toch wel een hele chille, ja, chill plek van. Dus ja, bedankt daarvoor. En ja, dan ga ik me afronden. Mijn naam is Jack. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En ik hoop jou bij de volgende video te zien. Yeah.